Ik wil vandaag wat gaan vertellen over rouwverkaveling. Dat is een klein beetje een geschiedenisverhaaltje. Geschiedenis van het landelijke gebied in Nederland. En voordat ik ga beginnen zie je hier een tekening. Die blauwe kronkel is een soort beekje wat door het landschap heen gaat. Het is allemaal akkergrond. Dit icoontje hier stelt een boerenbedrijfje voor. Ja, en als ik het over kavels heb, bedenk dan, zoals je linksbovenin ziet staan, dat kavel niets anders is dan een begrip wat de vorm van een stuk grond aangeeft. Nou, vroeger hadden boeren grote gezinnen. Het was in een tijd waarop wij nog niet een sociaal stelsel hadden, waarbij mensen uitkeringen konden krijgen. Dus het was eigenlijk vrij simpel, iedereen hielp mee. En niet werken betekende automatisch niet eten. Mensen in die tijd verdienden niet zoveel als vandaag de dag. Er was niet heel erg veel geld. En men werkte ook voornamelijk met de hand. Dus niet met machines. En dat noem je dan arbeidsintensief werken. Als een boer overleed, dan werd het landbouwgrond vaak verdeeld over meerdere kinderen. Dus in deze startsituatie zou de volledige oppervlakte van deze ene boer zijn. Na zijn overlijden erven verschillende kinderen verschillende stukken van het land. Nog meer kleurtjes? Ja, zeker wel. Je ziet dat de kaveltjes nogal verdeeld zijn. En dat er op elk kaveltje eigenlijk een nieuw boerengezin kwam te staan. Weer een nieuw boerengezin ontstond, moet ik zeggen. Nou, wat gebeurde er? Nederland werd na de industriële revolutie werd het rijker. En daardoor kwamen er voor het eerst fabrieken. De lonen gingen omhoog en er werden machines uitgevonden. Kunstmest werd uitgevonden. Machines op het land werden ook gebruikt. Kortom, boeren met genoeg geld kochten die machines, waardoor landarbeiders eigenlijk niet meer nodig waren. En deze mensen die werden ontslagen. De rijkere boeren gingen zich vaak specialiseren. Ze kozen er bijvoorbeeld voor om zich toe te leggen op alleen veeteelt of alleen akkerbouw, waarbij ze zich dan ook nog eens een keer op één soort product gingen toeleggen. Nou, als je maar één product verbouwt op je land, dan kun je spreken van monocultuur. Boeren die te klein waren en die deze investeringen niet konden doen, werden vaak uitverkocht of uitgekocht door de rijkere boeren. En dat zijn bijvoorbeeld ook mensen die ervoor gekozen hebben om geluk te beproeven in de stad. Omdat daar natuurlijk in de nieuwe fabrieken veel meer werk te vinden was. Dus ontslagen landwerkers en kleine boeren die zich lieten uitkopen, wilden nog wel eens migreren richting de stad. En op het platteland zag je dan dat de grotere boeren stukjes land opkochten van de kleintjes. En zo kreeg je een nogal versnipperd land, waarbij verschillende boeren op verschillende stukjes eigenlijk land hadden liggen. Nou, wat gebeurde er vervolgens? De grote boeren die konden dus met de machines sneller werken en veel grotere gebieden bewerken. En dan komt er dus even een belangrijk begrip. Zoals de staat, vroeger kon je met een hand een klein stukje bewerken. Met een machine kun je in dezelfde tijd veel meer gewassen verbouwen of dieren houden. Je opbrengst wordt dus groter. Dan spreek je van schaalvergroting. Er was alleen één probleempje en als je naar mijn tekening kijkt, dan zie je hem waarschijnlijk al wel. Je hebt heel veel kleine stukjes land die niet altijd heel erg logisch liggen. Bijvoorbeeld de boer met de rode akkers. Ja, die moet over het land van een andere heen gaan, moet een riviertje overgaan om bij zijn andere twee stukjes land te komen. Nou, om dat efficiënter te maken en om ervoor te zorgen dat er grotere gebieden waren waar die tractoren makkelijker en sneller hele oppervlakte konden bewerken, is het uiteindelijk zover gekomen dat men aan ruilverkaveling is gaan doen. Nou, wat betekent het eigenlijk? Nou, het landbouwgrond werd opnieuw ingericht. Er werden grotere percelen, werden samengevoegd door verschillende stukjes uit te wisselen. Dus
Bijvoorbeeld een boertje in het rood ruilt wat met een boertje in het geel. Of een boertje in het groen ruilt wat met een boertje in het rood enzovoorts. En het doel was eigenlijk dat er door ruilhandel en soms ook gewoon het bijkopen van sommige stukken land uiteindelijk grote stukken met land ontstonden, waardoor je veel makkelijker met de machine dat stuk land kon bewerken. Vaak waren die irritante beekjes die zo door het landschap heen kronkelden ook niet echt functioneel. Die werden drooggelegd en daarvoor in de plaats kwamen vaak rechtgetrokken kanalen. En dat diende ervoor dat je veel beter de grondwaterstand, de pijlen veel beter kon beheersen en je gebied veel beter kon afwateren of juist water kon toevoegen. Dus alles was gericht op het zo efficiënt mogelijk laten verlopen van het boerenbedrijf, de land of om de landbouw dus een dienst te bewijzen. En daarom heb je dus ook, als je in Nederland bijvoorbeeld op Google Earth over de landschappen gaat kijken en je ziet boerenland, dat je vaak van die blokken ziet. Heel netjes, rechte hoeken of vierkanten. Veel rechte sloten, rechte kanalen en beken. Een gevolg van de ruilverkaveling. Nou, dat diende in de jaren 50 tot aan nu nog steeds wel een functie voor mensen die het land gebruikten voor productie, dus voor de boeren. Maar je ziet dat de laatste jaren steeds meer natuurbeheerders een andere stem laten horen. Voor natuurgebieden is het niet heel erg wenselijk om alles recht te trekken qua kanalen. Dat is iets voor een andere keer. Voor nu laat ik het even hierbij.